Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben hier met twee deskundigen en met Eline en daar staat Tess. Wij gaan iets super leuks doen vandaag, het is namelijk in het teken van de serie Nien Tess. Zoals jullie wel weten heeft Tess weer een beetje een tijd van staken en heel veel van jullie hebben gevraagd of wij misschien met de paardencoach aan de gang kunnen gaan. Dus vandaag is de dag dat we dat gaan doen en kunnen jullie jezelf voorstellen? Ik ben Marieke van Asselt van Inzicht door Paarden. Ik geef coaching met behulp van paarden. In eerste instantie leer je daar heel veel over je eigen communicatie. En in deze sessie gaan we ook kijken van hoe jij daar in je eigen communicatie wat over kunt leren in de omgang met je eigen paard. En misschien of je daar wat aan hebt in de toekomst qua problemen met hem, ja. Met haar. Ik heb een bepaalde manier van werken. Wij gaan met een paard los werken in de ring. Die ring staat daar uitgezet. Met twee verschillende paarden, ook om je eigen communicatie te leren kennen, maar ook in combinatie met andere karakters. Je gaat werken op basis van non-verbale communicatie, zodat je ook het effect van je eigen communicatie ervaart, zegt ervarend leren. Ik werk samen met Nancy Grootveld. Zij werkt op een iets andere manier, maar dat gaat ze wel uitleggen. Ja, ik ben Nancy Grootveld. Ik ben van True Leadership Project. En ik ga vandaag met jullie beginnen. Ik coach mensen met paarden. En het gaat in de eerste instantie over jullie zelf. Je non-verbale communicatie. En, de houding en gedrag. Ja. Oh, daar gaat Tess. Oh ja, ligt hij. Ja, maar weet je dat ze nooit rolt waar mensen bij zijn? Echt nooit. Maar oké. Nu al een rustgevend effect. Ja. En dat je bewust wordt van hoe je communiceert en wat het effect daarvan is ook op anderen. En wellicht dat je dat inderdaad daarna op je paard weer kunt toepassen. Maar ook in je dagelijks leven. Ja. Dus daar hopen we iets van mee te geven. Ja, ik hoop het ook. Leuk, dank jullie wel. Nou, we gaan zo meteen eerst, Eline staat hier met Tess, dus we gaan zo meteen eerst hier een paar oefeningen doen met Contessa, denk ik. En daarachter is iets afgezet, daar staat Jan. Dat is een ander paard van stal waar hun wel vaker mee hebben gewerkt. En dan gaan we daar achter in een stukje afgezet, een soort van cirkel lijkt het op. Dan gaan we daar ook oefeningen doen. Dus ik zal de camera neerzetten op statief en als we tussendoor kunnen filmen, filmen we met de grote camera bij. Dus. En daarbij komt er ook nog een voice over, dus ik denk dat alles wel duidelijk moet worden. Ja, we gaan beginnen met jullie met het paard werken aan de hand. Ik begreep dat jullie allebei dit paard rijden. Ja. Dat het wel eens, moeilijk is. Ja. En wat ik zou willen is dat jullie beginnen met een vreemdelijk hoesje uitzetten. Met een obstakel. En eigenlijk een doel. Waar jullie graag samen met haar naartoe willen werken. Dus het is een beetje als een metafoor. En met daarvoor twee obstakels. Die je tegen zou kunnen komen. Dan houden wij het paard wel even voor jullie vast. Je mag alles hier gebruiken. Okay. Dus even met z'n tweeën overleggen van, nou ja, wat is ons uiteindelijke doel? Ja. Twee tussendoelen eigenlijk, twee obstakels die je tegen zou kunnen komen. Nou ja, ik denk inderdaad dat je een beetje begrijpen waarom ze staan. Ja. Ja. Oké. Okay. Een goed doel? Ja, het is jullie doel. Ja, het is jullie doel. Ik weet niet waar ik aan moet denken. Je kunt niks fout doen. Oké. Alles is goed. En wat zouden daarvoor twee tussenstappen kunnen zijn? Of twee obstakels die je op die weg tegenkomt? Ja, ik denk dan merk ik op geduldig. Op een gegeven moment geduldig. Of zo, dat slaat ook weer op haar. Op een gegeven moment je misschien toch wel gefrustreerd als ze dan iets niet wil. En je bent al heel lang aan het proberen. Ja. Doe het nou gewoon. Dus, ik weet dat het niet meewerkt in haar proces. Maar. Nee. Ja, want je bent natuurlijk heb je nu al heel veel gedaan hè, om te begrijpen waarom ze zo doen. En wat zit er dan toch nog tussen? Dat maakt dat je daar nog niet bent. Nou, dan stel ik voor dat je gewoon ergens het einddoel neerzet. Ja. En met een paar hindernissen daar naartoe. Okay. En één daarvan is dan frustratie. Hoe was dat om te doen? Het was wel op zich gespannen, zeg maar, ze wilden mij daar een beetje weg
acteurs. Ja? Ik heb niet het idee dat het een uitdaging was. Daar was ze wel een beetje spannend. Hoe begon je aan dit? Want nu moest je samen met haar een klein taakje doen. Ja. En hoe ben je eraan begonnen? Ze begon al gespannen eigenlijk. Oké. Vooral denk ik geen druk, niet veel druk op het touw hebben, want ik weet dat ze daar dan nog meer tegen druk geeft. Dus daar probeer ik me wel bewust van te zijn, dat ik niet te veel druk op het touw. En voor jou? Nou, ik begon er een beetje aan van afval en ik ging het helemaal goed. en ik denk wel een beetje zenuwachtig of zo. Oké. Een beetje zenuwachtig. Ja, weet je toch, als het dan niet te goed ging, dat ze bij mij wat doet of zo. En dat zou je vervelend vinden dan, als ik dan bij jou gezien wil. Ja, denk ik, een beetje onzekerheid of zo. Goed. Dit touw door ik. Je hebt vast. Jij haar aan één kant vasthoudt en jij aan de andere kant. Ja? De drieën gaan samenwerken. Hoe was dit om te doen voor jullie? Moeilijk, hè? Veel moeilijker. Ja, ja. Waarom? Omdat ik probeer normaal heel erg op lichaamstaal of zo te doen. Eigenlijk een beetje. En daar kun ik nu niet bij of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Of leg ik het nu wel uit? Nu was het maar gewoon, ik moet met jullie mee, dus ik duw er doorheen. Maar ik heb niet dat ze op één van ons of op ons beide letten. Nee. Als wij bijvoorbeeld stil willen staan of een bochtje maken, normaal. Maar volgt ze. Oké, want dit was echt samenwerken. Ja. Met jullie twee, maar ook met paard. Ja. Dus of het nou om samenwerking gaat met, tussen mensen, of samenwerking tussen mens en paard, het is elke keer weer opnieuw afstemmen. Ja. Dus dit is een paard dat jullie allebei goed kennen. Dus dan. Wat jij zei, normaal dan heb ik wel een manier en op lichaamstaal. Maar nu moesten jullie met z'n tweeën. Ja. Is daar enig overleg geweest? Nee. Of afstemming geweest? Ik dacht nog wel, maar ik wou echt zelf vragen. Ik was mijn lichaam zo dicht, zo onderwielig. Ja. Maar nee, dat was er niet. Ja, oké, want dit is waar dit stukje van de coaching om gaat, hè? Om de bewustwording. Ja. Want jij noemde net, het is niet te veel uitdaging in het parcours. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om het stukje bewustwording van hoe pak ik dat nou aan? En dat is dus elke situatie weer anders. Ja. Anders. En wat heeft die derde nou nodig? Want jullie doen het met z'n drieën eigenlijk. Ja. Huh? Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? En wat heeft Tess nodig? Ja. Nou, we hebben net een aantal oefeningen gedaan samen met een einddoel en nu is Tess los en er wordt daar een vierkant gebouwd en het idee is dus dat wij Tess samen het vierkant krijgen, zeg maar zonder touw, maar gewoon echt op samenwerken. Dus dat gaan we even proberen. Nou, eigenlijk is het wel logisch. Hè? Ze komt uit de wei in een vreemde omgeving, ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ze mag nu even los, dus heel logisch dat ze gewoon even haar benen strekt en ook even haar spanning moet loslaten. Ja. En hoe meer je nu even vanuit rust even hier blijft staan, even voor jezelf ook probeer ze diep uit te ademen en te ontspannen. Laat het paard maar even doen wat hij wil. Dus probeer heel erg om niet die spanning van het paard naar jullie over te laten slaan. Ja. Ja, dus loop voor mij wat zelf maar even een beetje rond. Je hebt het touw in de hand, dan kun je hem altijd bij je, voor nood bij je weghouden. Maar gewoon vanuit rust je eigen pad kiezen. En misschien gaat het paard dan wel meer op jullie letten. Want paarden houden heel erg van rust en ontspanning. Ja, oké. Dus in dit geval, ons loop je samen. Hè? In dit geval is dat misschien, sta je samen even iets sterker. Maar probeer heel erg duidelijk
rustig door te blijven ademhalen en te ontspannen. We hebben Contessa dus hier in de ring en we hebben de oefeningen net daar gedaan. En we mochten dat met Jan proberen en dat was echt heel erg leuk. Omdat Jan een heel ander paard is, dus daar konden we heel veel van leren. Nu is Tessa los en we hebben de DX afgedaan. Maar we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat Tessa echt veel te dominant is. En eigenlijk net iedere keer je grens overgaat. En omdat wij daar eigenlijk nog heel onzeker in zijn en dat heel moeilijk vinden om die grens aan te geven, gaat Marieke het nu eerst proberen, of kunnen wij dat denk ik straks ook even proberen. Maar voor nu is het in ieder geval heel erg druk en ja, even proberen dus. Wat we gaan doen is werken met het paard op basis van lichaamstaal. En tijdens dat werken stem je ook af. Paarden zijn heel gevoelig voor hun kudde. De kudde is hun overlevingsmiddel. En het paard staat nu zeg maar alleen. Hij staat niet normaal alleen op een ander paard, maar het feit dat er een draadje tussen haar en de andere paarden is, maakt al dat zij als paard alleen is. Wat ze gaan doen is, als je daarbij in de ring gaat, gaan paarden een sociale connectie aan met mensen. Eigenlijk bij gebrek aan kudde. Yeah. En op die manier kun je aan de ene kant heel veel over je eigen communicatie leren. En aan de andere kant kun je heel erg goed afstemmen met je paard. En het gaat wel een stukje over grenzen stellen, over vertrouwen geven. Want een leider is niet degene die eigenlijk vertelt wat er moet gebeuren. Maar eigenlijk degene die het sterkst, maar ook het meest betrouwbaar is. Ja. En die ze willen volgen. En dat gaat vaak vanuit rust en vanuit vertrouwen. Paard wil veiligheid. En dat zoekt hij uiteindelijk voor jou. Behalve als hij het gevoel heeft dat hij zelf de leider is. Weet je, dan gaat hij dus niet meer zijn vertrouwen bij jou zoeken. Dan heeft het idee dat jij zijn vertrouwen bij, ja, bij haar zoekt. Op basis van lichaamstaal ga je verschillende dingen doen. Een basisopdracht is altijd om de richting en het tempo van een loslopend paard aan te geven. En het is een kwestie van afstemmen. Hoe doe je dat? Nou, een paard heeft een persoonlijke ruimte, net als mensen. Alleen met paarden kun je op twee manieren opdelen, zeg maar de achterkant en de voorkant. Als je het paard vanuit de achterkant benadert, heb je een drijvende werking. Als je hem vanuit de voorkant benadert, heb je een remmende werking. Als je voor hem uitloopt, heb je een leidende werking. Ja. Nou, daar werk je mee. Ja. Ja.
ruimte rust. En ja, ja. Ja. En wat kwam voor jou heel duidelijk naar voren in de situatie ons en Bes? En wat ik bij jou al opviel met het lopen, hè, aan de hand, dat je in eerste instantie best zeker en resoluut overkomt van nou, dat doen wij, maar dat je kunt zien dat het eigenlijk heel wankel is en dat er maar iets hoeft te gebeuren en dat eigenlijk de onzekerheid dan meteen wel naar voren komt. En eigenlijk heb je dan een soort dubbele uitstraling naar buiten toe voor het paard, hè. Die voelt dat je van binnen gespannen bent en misschien ook wel wat angstig, want ik kan zeggen dat het paard best imponerend kan zijn. En gecombineerd met het gedrag naar buiten van luisteren en hup die kant op en je gaat het nu wel eventjes doen. En dat is een combinatie die voor het paard niet klopt. Dus je laat aan de buitenkant eigenlijk iets anders zien dan wat je aan de binnenkant voelt. En dat is iets om over na te denken van oké, hoe gaan we het oplossen? Moet ik dat overbluffen of moet ik er even mee aan het werk gaan? Of soms bedenken van oké, ik voel me nou te angstig of ik ga even iets anders doen. Ja. Weet je, maar het moet kloppen. Hoe meer het klopt, hoe meer interactie je met het paard krijgt. Ja, ik herken het ook wel wat je zegt. Dus ja, gelukkig. Ja. En met het in de ring werken, ik heb natuurlijk even laten zien wat ik daarmee bedoelde. Begreep je wel meteen goed wat ik bedoelde met die grenzen stellen. En zie je ook heel duidelijk dat het paard bij iedereen opnieuw de interactie aangaat. In dit geval, met dit paard, heel erg het op het gebied van iemand willen volgen of niet. Ja. Zij is nog niet van plan om samen te gaan werken. Zij was van plan om haar even ding te gaan doen. En hoe meer je daar aankomt, hoe meer zij best wel weerstand daarop liet zien. Ja. He, dat is echt een proces waar je hoeft daar niet alle hoeken van de bak te laten zien, maar het is wel constant grenzen stellen, constant afbakenen, totdat het op een rustige manier gaat zoals je wilt. En als je dan zelf heel goed de rust bij jezelf kunt houden, dus dat stukje van de binnenkant met die buitenkant laten kloppen, dus constant naar ontspanning terug, dan blijf je bij jezelf en dan laat je haar imponerende gedrag niet tot jou komen. Ja. En dan is dat van haar. Ja. En op het moment dat jij de rust kunt bewaren, zul je zien, uiteindelijk zoekt ze jou op. Dus kwam ook heel duidelijk naar voren inderdaad. Ja, dat is leuk om überhaupt mee te oefenen. Constant in situaties die moeilijk zijn, even terug te denken van, hé, hoe voelt dat nou? In hoeverre ligt het aan die situatie, maar in hoeverre ligt dat bij mij? Ja. En bij Eline, wat zag je bij Eline? Ja, Eline had ook met het wandelen met het paard in eerste instantie met die oefeningen nog veel meer spanning bij zich al vanaf het begin en liet zich ook door het gedrag van Tess nog meer imponeren. En het leek ook wel alsof ze dan daardoor bij Eline op dat moment nog een stapje verder ging. Ja. Tess lijkt mij, zoals ik het nu kon zien, echt een paard die alle ruimte pakt die krijgt. Ja.
En bij jou kreeg ze die en pakte die ook meteen. Waardoor jij nog meer geïmponeerd voelde. Ja. En dat je op een gegeven moment echt zelfs verdrietig daarvan werd. Dat je dacht van, en angstig van, oh, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk zo. En daarna zijn jullie nog wat oefeningen gaan doen. Toen zag je het alweer dat jullie samen elkaar daar goed in konden helpen. Ja. En dat versterkt wel. En dat zag je ook weer, als je de filmpjes straks terugziet, zie je dat dat paard daar ook een rustige reactie op geeft. Dus die vond het misschien wel fijn om een beetje van met twee personen begeleid te worden. Dat zou kunnen. Het gaf een rustiger beeld. Later in de ring zag je weer dat het paard weer opnieuw de interactie aangaat en weer ging proberen. Ja. Dus het is niet zo dat het op een gegeven moment in ieder geval een samenwerking aangaat met mij. En dat hij dat daarna bij jou meteen ook doet. Dat moet je opnieuw afstemmen. Ja. En je zag dat het paard relatief rustig was. Maar elke keer, zodra hij ook maar een beetje ruimte kreeg, dat je hem misschien onbewust gaf, die meteen ook pakte. En dat deed hij vrij lang doordoen. Weet je, op een gegeven moment, als je voelt dat die interactie werkt, word je ook rustiger zelf. Dus dan krijg je al een rustiger beeld. Alleen hij bleef het bij jou nog wel iets langer doorproberen. Hij probeerde elke keer weer van, oké, maar weet je het echt wel zeker? Dan geef je het aan. En hij ging het eigenlijk sneller nog even weer proberen bij jou. Ja. En dat is een stukje voor jou, van dat je denkt, ik moet alert blijven. Ja. Ik heb wel misschien mijn punt gemaakt, ik heb misschien wel iets gezegd. Maar misschien komt het nog niet over, moet je het misschien nog een keer zeggen. Of de volgende keer duidelijker zeggen. Ja. Ja, misschien iets vaker, maar dat is ook misschien bij jouw karakter. Mm-hmm. Ja, misschien ook wel een punt waar je denkt, oké, als ik daar iets bewuster van ben, hoef ik daar minder vaak wat aan te doen. Ja. En dat was ook wat ik tegen jullie allebei zei. In dit geval is het soms beter om iets te duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld de rust bij jezelf te houden en het naar een normaal level te krijgen. Ja. Als de hele tijd net te weinig en uiteindelijk geen enkel resultaat krijgen, alleen maar frustratie. Ja. En dat is voor beide partijen niet leuk. Eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee. Ja. Maar het is een hele eerlijke manier om af te stemmen, zonder dat je echt iets aangeeft. Dat je, het is, ik las het altijd met de grenzen of het juist in de acties en dan wel. En door afwisseling te vragen, moet je dus steeds meer op jou gaan letten. Ja. Dus als je op jou let en als je jou even als leiding ziet, dan let je ook veel beter en past je er veel beter op. Ja, nou, we zijn weer terug. En Nonnie, wat een avontuur is dat? Nee, maar we gaan zo meteen even met haar nabespreken. Hoe het gegaan was. Dus op zich hebben we dat al wel een beetje gedaan. Net in de auto, maar het is natuurlijk voor jullie ook wel interessant om mee te nemen. Ook hebben we een aantal hele vette plannen voor komende demo's. Maar dat moet dan wel mogelijk zijn. En dat gaan we het dan of nu of een andere keer even goed over hebben. Maar wellicht dat er zoiets aan zit te komen. Ik vond het vooral heel bijzonder of zo. Ik weet niet, ik had Tess eigenlijk nog nooit echt op die manier bekeken. Nee. Ook, want Tess was zo verschrikkelijk dominant. Dat was echt... Het was gewoon eng. Bijna. Ja, het was gewoon eng. Ze kwam gewoon op je afgerend. En normaal gebeurt dat eigenlijk wel in kleine situaties. En niet zo extreem, zeg maar. Maar eigenlijk gebeurt het wel, als je er zo over nadenkt. Dat zij altijd net die grens opzoekt. En nu was het niet net opzoeken, nu was het gewoon echt... Bam! Eroverheen, weet je wel. Ja. En gelukkig hadden we twee superdeskundigen die ons daarbij konden helpen. Ja. Maar zij heeft er een beter beeld bij, een beter zicht. Ja. En even serieus, kijk. Er ligt gewoon ineens sneeuw. Ineens is het wit. We komen op stal en het is wit. Echt heel raar. We waren trouwens naar de binnenbak, die is daar. Dus dat is niet bij ons op stal, maar wel onze binnenbak of zo. Ja, een beetje vaag. Maar Tess zat op stal en die was zeikensnat. Had wel last van de cornage, maar zij zegt ook verder is er echt niks wat dat dier mankeert. Dus of het dan echt lichamelijk probleem is, dat lijkt ons niet. Maar ja, jullie zullen het zo meteen horen. Nou, wij zijn even lekker een thee zullen drinken, want het is zo koud buiten. En ik had jullie gezegd dat we het nog even gingen nabespreken. En Marieke noemde net al een ding van, en ik denk dat Marieke dat het beste zelf kan uitleggen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je tijdens deze trainingen... feedback krijgt, dat je beseft dat je heel veel feedback krijgt op je eigen communicatie. Dat het niet per se gaat over hoe goed je met het paard kan, maar vooral over inzicht te krijgen in wat het effect is van je eigen houding en gedrag. In dit geval naar jouw paard. Ja.
Maar dat dat eigenlijk geldt voor heel veel situaties. En in de training wordt er heel veel geobserveerd. En het is actie, reactie. En daar is eigenlijk het grote leerpunt in. Je ziet meteen een uitvergrote reactie. Ja. Van hoe normaal gesproken op jou wordt gereageerd. In dit geval is het een combinatie van twee karakters. Hè? Dus je eigen karakter met in dit geval dit paard als karakter. En je zult ook zien dat de combinatie met een ander paard weer een andere combinatie oplevert. Maar nog steeds leer jij heel veel over je eigen communicatie. In dit geval, wat doet jouw communicatie met een onzeker iemand of individu of paard? Of wat doet jouw communicatie met iemand die, nou, bijvoorbeeld zoals Tess nou deed, probeert over jouw grenzen te gaan? Ja. Hoe staat het in verhouding met je eigen communicatie en wat kun je daarvan leren? Dus ik ga niet kijken van, nou, wat vertelt zo'n paard nou over je? Het gaat puur over je communicatie, de actiereactie en de interactie die je hebt. Dat kun je heel leuk uitvoeren na paarden, maar ook in je dagelijks leven. Ja, want je vertelde vorige keer ook al van dat jouw doel echt was mensen in hun eigen kracht laten staan, in hun eigen kracht zetten op die manier. Ja, je kunt heel goed zelfvertrouwen daarmee opbouwen, want je kunt uiteindelijk, als je er een beetje mee oefent, dan ga je merken dat het paard op je ademhaling reageert, dus op je spanningsniveau. Op het moment dat jij de rust naar jezelf brengt, dat eigenlijk ook je omgeving in meer of mindere mate ook meer tot rust komt. En als jij zelf het rustpunt bent, ben je eigenlijk ook een betrouwbaar en veilige baken waar mensen ook weer makkelijk naartoe terugkeren. Ja. En dat is heel prettig als je dat ervaart. Hè? Je kunt met het paard best wel soms iets te duidelijk zijn, maar als je daarna heel goed de rust bij jezelf kunt houden, komt hij daarna toch vanuit een vertrouwen naar jou toe. Ja, het is ook misschien wel heel belangrijk om te benadrukken dat je hoeft geen paardenmens te zijn om hier aan mee te doen. En je hoeft ook helemaal geen eigen paard te hebben. Iedereen kan dit doen onder begeleiding van bijvoorbeeld Marieke of een andere deskundige. Nancy. Of Nancy inderdaad, die doet zeg maar net iets op een andere, hoe legt het uit? Ja, die werkt op een iets andere manier. En ja. Met de paarden los in de ring. En bij Nancy krijg je verschillende oefeningen waar wij ook het samenwerken met andere mensen centraal staat. Maar ook een stukje nadenken, een stukje doelen stellen en het paard met je meekrijgen over bepaalde obstakels. Ja. Dat is een andere vorm. Allebei de vormen geven inzicht in je eigen houding en gedrag en je communicatie. Dus voor iedereen is het heel waardevol om met die paarden en ook heel erg indrukwekkend. Het is niet iets wat je snel weer vergeet. En de ervaring van het werken met die paarden, die kun je in een later stadium herken je heel veel situaties waarvan je denkt, oh ja, dat was met die paarden ook zo. En omdat je het al ervaren hebt, kun je het dan ook toepassen. Ja. Dus je kunt mensen echt in hun kracht zetten. Leren grenzen stellen, zelfvertrouwen opbouwen. Soms ook leren dat ze soms een beetje te veel zijn en een stapje terug moeten doen. Dus het zijn allemaal situaties. In principe is het voor iedereen een goed iets eigenlijk om een keer meegemaakt te hebben. Ja. Maakt niet uit wat je karakter of je... Het allermooiste is eigenlijk dat je een soort spiegel voorgehouden wordt, maar geen oordeel aan hebt. Ja. Het gaat nooit over goed of fout. Ja. Het gaat over wat gebeurt er nu en wat leer je daarvan. Ja. En ik maak de vertaalslag, maar ik maak daar ook geen goed en fout. Iets waar je tegenaan loopt met het paard, hoe je daar mee om kan leren gaan. Ja. Zodat je er zeg maar om het obstakel heen kan. En dat zijn soms wel kleine stapjes die voor mensen hele grote gevolgen hebben. Ja, maar het is wel heel mooi dat het paard daar ook heel nuttig voor is. Eigenlijk buiten het hele sportgebeuren om. Ja, de paarden geven sociaal gedrag terug naar mensen. Ja. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Goed. En ik hoop dat de boodschap ook heel duidelijk naar jullie is overgekomen. En dat jullie hier ook zeker wat mee kunnen. Waar we het ook nog even over hebben gehad is, jullie, zoals ik al vaker benoemd heb, is we denken dat dat staken van Tess ook dit een stukje is, zeg maar. Want in principe gaf ze aan buiten cornage, loopt ze daar ook gewoon, zeg maar. Dus we denken ergens dat het misschien ook wel een stukje dominantie is met rijden en dat we dat... Voordat we gaan rijden, dat we beter eerst wat kunnen gaan grondwerken of werken op deze manier een beetje. En zodra we dan gewonnen hebben of zo, of in ieder geval duidelijk dat gemaakt. Je een stukje afstemming met elkaar hebt gekregen. Ja. Hè? Dus ik heb het gewonnen hebben, of ik ben de leider of ik ben de baas. Maar weet je, als je met elkaar hebt afgestemd van oké, in deze setting gaan we nu samenwerken. En ik neem de sturende rol. Ja. En op een gegeven moment, als je dat netjes met elkaar doorwerkt, dan krijg je een veel meewerkende partij. Ja. Dus als je
van daaruit, vanuit die mindset, hè, dat het paard al besloten heeft om met je mee te lopen. Ja. Als je vanuit daar op gaat zadelen en vanuit die rust die je dan ook al zelf hebt opgebouwd. Hè, het is ook een stukje spanning wat je zelf al kwijt bent. Ja. Ja. Het paard is het al kwijt, je hebt afgestemd. Vervolgens als je dan gaat rijden, heb je een veel beter startpunt. Ja, dus dat is zeker iets dat we gaan meenemen. En heel erg bedankt. Ja. En jullie kunnen, je hebt een website ook of heb je een Facebookpagina? Ja. Inzicht door paarden. Ik heb ook een Facebookpagina. Oké, ik zal ze alle twee linken hieronder in de beschrijving. Dus neem er zeker een kijkje op. En vergeet niet de Facebookpagina een duimpje omhoog te geven. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie vragen hebben, laat het dan zeker hieronder achter in de reacties. Dan zal ik het beantwoorden. Of misschien Marieke wel. En anders kan ik het altijd nog doorsturen. Tot de volgende keer. Doeg!